Hallo beste kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Robin en leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video van Fortnite op mijn kanaal. En ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik er weer ben met Fortnite. Want de vorige video was echt super ontvangen door de meeste van jullie. Echt, jullie genieten er steeds van en dan blijf ik er ook van genieten. Ook al was ik klaar met Fortnite, we gaan het gewoon weer lekker doen. We gaan lekker hier naartoe. Daar hebben we al twee kistjes. Heerlijk. Maar het heeft lang geduurd voordat ik heb opgenomen. Ik kreeg heel veel privéberichten van Robin. Hoe is het? Of wat is er aan de hand met je? Ik zat met mijn ziektes. Ik had zwaar koorts. Ik voelde me echt niet lekker. Ik zat kort tegen het opgenomen zijn aan in het ziekenhuis. Dus en zeker met het warme weer. Het warme weer is voor mij echt heel erg. Omdat ik het, laat ik maar gewoon bij het begin beginnen even. Mijn Fortnite video's is altijd een beetje, praatvideo's. Om jullie een beetje op de hoogte te houden met wat ik allemaal heb. Ondertussen blijf ik gewoon lekker spelen, dus geniet sowieso van de gameplay. Maar omdat ik een hartprobleem heb van baby af aan, ik heb een te kleine en te nauwe aorta-klep. Ik kan dat wel heel moeilijk en proberen uit te leggen, maar ik ben geen dokter, dus zoek dat vooral als je wilt op Google. Maar ik heb een te nauwe aorta-klep van baby af aan. Ik ben 3 keer geopereerd aan. De laatste operatie. Hey, 2 Big Shields. Dus die poppen we even. Met mijn laatste operatie. Toen is mijn borstkas dus opengehaald. En daardoor heb ik een lekkage nu. Bij mijn hart. Dus ik kan heel veel dingen. Kan ik niet. Ik kan niet leuk gaan. Voetballen of noem maar op. Dat zit er gewoon voor mij niet in. Ik moet oppassen als ik naar een festival toe wil. Ik moet goed mijn medicatie. Maar ja, dat is de eerste probleem wat ik heb. Dan, daardoor heb ik het ook 2 graden warmer in mijn lichaam. Dus stel jullie hebben 38 graden, heb ik 40 graden. Dus ik zit altijd tegen het koorts zijn aan. En ik voel me dus altijd eigenlijk slecht. Dan heb ik mijn diabetes. Mijn diabetes, dat schommelt echt. Ik wil een kistje. Maar dat schommelt heel erg. Dat is heel moeilijk te regelen voor mij. Daardoor heb ik 2 TIA's gehad. Dat lieg ik. Ik heb 3 TIA's gehad. TIA is een hersenbloeding. Het liet los van mijn... Dat zijn kleine bloed... moeilijk uit te leggen, maar velletjes laten los van je hart. En die raakte mijn hersenen aan. En dat is zeg maar een hersenbloeding. Dat heb ik 3 keer gehad. Ik kan jullie zeggen, dat is echt geen plezier. Je kan niet meer praten, je mond begint te hangen. Het is gewoon echt heel ernstig als je dat hebt. Die gaan we zeker even verwisselen. Ik weet, het is een grijze. Maar ik heb liever deze sniper, want dat is echt een fijne sniper dan die andere. Maar dat heb ik dus. En door mijn diabetes heb ik zenuwpijnen gekregen. Ik hoorde iemand, denk ik. Ik hoorde echt iemand, dacht ik. Maar ja, door mijn diabetes heb ik zenuwpijn. Dat is door mijn hele lichaam. Van het puntje van mijn teen tot puntje aan mijn vingers. En dat zijn echt pijn en je loopt als volwassen man gewoon soms te huilen van de pijn. Zie je, ik hoor iemand. Ik hoor echt iemand. Hij zit boven mij, denk ik. Er zijn er ook nog maar 49 mensen. Jeetje. Maar ja, door die zenuwpijnen gebruik ik morfinepleister en morfinespray. Dat heb je ook wel nodig, want anders ga je echt, zoals ik al zei, kapot van de pijn. Dan kan je alleen maar liggen in bed. En je medemens die naast je staat, zoals mijn vader, die kunnen gewoon niks. En dat is ook niet fijn
voor hun ook niet, laat ik het zo zeggen. Maar voor mezelf ook niet, want echt, ja, ik heb een jaar lang gelegen in bed, ja, dat ik gewoon niks kon. Dus stel met dit weer en stel, ja, is het gewoon soms heel erg na. Ik probeer dan alsnog soms video's te maken voor jullie, maar dat zit er gewoon soms dan niet in, omdat ik gewoon niet mijn controle vast kan houden van de pijn. We zijn weer een leveltje up. Dus, ja, dat is eigenlijk in het kort gezegd, maar, ja, waarmee ik elke dag loop te dealen. En, zeg maar, YouTube heeft mij er echt wel bovenop geholpen, een beetje. Omdat het gewoon een hele erge afleiding is voor mij. En ja, ik hoef minder medicatie dan te gebruiken. Alleen het warme weer, dat sloopt gewoon mij echt. Dat is echt finesse soms voor mij. Nog een minuutje, dan komt de storm. Maar ja, is dat... Oh nee, dat is zo'n hologram. Maar ja, dan weten jullie een beetje in het kort met wat ik allemaal heb. En ja, waarvoor ik soms gewoon niet kan opnemen. Ik probeer momenteel echt meer up te loaden en meer op te nemen ook. Zo snel ik me goed voel, wil ik gewoon echt, ja, inlopen. Dus er komen gewoon Formule 1 video's aan. Er komen Dying Light 2. Ik was even de hele naam kwijt. Maar ja, dat komt er dus ook gewoon lekker aan. Dus geen paniek. En ja, aan de buitenkant zien jullie niks aan mij. Maar aan de binnenkant ja, is het gewoon een kleine puinhoop van binnen. Laten we snel weggaan. Ja, zie je, want we waren al verhoogd. Maar ja, dus dan weten jullie dat ik soms echt ja, problemen heb. En daarom... als iemand... ja, neem gewoon van mij aan. Als je ziek bent, laat niemand zeggen dat je het niet kan. Of dat het je niet lukt. Ga er gewoon voor. Ga alsnog je dromen waarmaken. Ga... ja, leef gewoon echt je leven. Het leven is echt te kort om... ja... om stil te blijven staan bij die ziektes die je hebt. En ik weet, het is... Tuurlijk zijn mijn ziektes niet het ernstig of het ergste wat er is. Tuurlijk, het is ergere ziektes. En dan hoor ik wel mensen... Die loopt te huilen. Maar dan hoor ik wel mensen zeggen van... Ja, Robin, je hebt zoveel en... Ja, je praat er heel gemakkelijk over. Maar alsnog... Kijk naar mij. Ik ben begonnen met YouTube omdat ik mijn pijnen wou vergeten. En omdat ik, ja, ik denk ik praat er gewoon leuk bij. En ja, binnen een paar maanden, nu een kleine anderhalf jaar. Die was mis, die was nog een keer mis. Eindelijk, 45 hit. Kom op, laat je koffie zien. Ah. Ga je nou echt de hele tijd zo springen? Blijf! Eindelijk! Blijf! Hij gaat niet stilstaan, beste kijkers. Ja, eindelijk! De shield is eraf. Hij komt echt naar me. Hij wil me echt dood. Ja, dat vind ik echt heel dom. Ik heb de high ground, dus dan... ben je altijd in de minderheid, maar die gaan we zeker meenemen. Die komt altijd wel van pas. En dan hoor ik weer die spiderwebs, daar ben ik... Oh nee, dat is weer zo'n hamsterkooi. Maar ja, wat ik wou zeggen en waar ik was gebleven... voor anderhalf jaar, twee jaar terug was ik begonnen met YouTube. Ik dacht, ik game gewoon lekker, ik vergeet mijn pijnen en ik zie wel wat mensen ervan vinden. Ik heb nu bijna 5000 abonnees, jullie vinden het echt leuk, jullie genieten ervan. En ja, dat geeft me gewoon zoveel, ja, kracht en positiviteit om lekker door te gaan, lekker mijn ding te doen. Lekker mijn doodschikken in Dying Light. Ja, lekker klagen over Lewis Hamilton en Sergio Perez in de Formule 1. Maar ja, even zonder alle gekheid. Echt, ik ben jullie daar heel erg dankbaar voor. Want
Ja, als ik de reacties lees van jullie ook, echt, ik geniet er echt van. En ja, dat doet me gewoon heel erg goed. En zeker met alles wat ik dus heb en wat jullie nu hebben gehoord van mij. Ja, daar ben ik jullie echt dankbaar voor. Dat wil ik sowieso even kwijt. En dan, ja zeker, iedereen moet gewoon echt zijn ding doen die hij wil. Ik ga nu een naam zetten. Christina en Eddie reageren heel vaak onder mijn video. En die hebben ook zieke kinderen. En ja, ik word gezien als hun held van de kinderen. Omdat ik doe al mijn ding wat ik wil. En ik maak alsnog plezier. Ik blijf lachen. En dat geeft de kinderen ook echt een boost in hun rug, omdat ze ook ziek zijn en ze worden ermee gepest. Ik ben zelf ook gepest met mijn ziektes. En het is heel gemakkelijk om nu te zeggen van ja, dan moet je boven staan en je moet daar ja, gewoon scheid aan hebben. Maar ja, voor sommige mensen is dat echt moeilijk. Ze zijn daar op de berg. Kan ik hem pakken? Kom op. Hij hoeft nog maar één. Boom! Mijn tweede kill. Dat is lekker. En we hebben daar ook een airdrop. Maar ja, ik ben zelf ook gepest. Ik werd suikerzakje genoemd. Hapklepje. Ik heb echt de ernstige dingen meegemaakt hoe ik ben genoemd. Dus ik weet hoe sommige kinderen zich voelen. En nou, hoe ernstig het gewoon kan zijn door... Jeetje. Kom op zeg. Nee, hoe kinderen echt sadisten kunnen zijn. Echt, ze kunnen soms echt ernstig zijn en erg. Maar ja, kijk naar mij beste mensen. En mensen die ziek zijn, die mij checken. Echt, leef jullie dromen. En maak gewoon dingen waar. Ook al zeggen mensen, ja je kan het niet en dit en bla bla bla. Jullie kunnen het wel, echt waar. Stel, ik kan het ook. Onthoud dat altijd. En het leven is echt te kort om je zorgen te maken om bepaalde dingen. En geniet met je vrienden en vooral met je familie. Dat wou ik echt even kwijt. Jullie weten nu een beetje met, ja, met wat ik echt allemaal loop te dealen elke dag. En ja. En daarvoor hoop ik ook echt dat ik jullie blij maak met mijn video's. Want ja, voor mij is dat ook echt een hele boost in mijn rug. En nu gaan we gewoon die laatste twee man gaan we even lekker doodmaken. Want ik wil die twee kills, want ik heb nog maar twee kills. Dus genoeg sentimentele hysterischheid. We gaan die twee mensen doodmaken, beste kijkers. Zolang ze elkaar maar niet afmaken. Echt, ik ben de hele potje ben ik hier al. Ik hoop niet dat ze mij nou zien. Daar is die. Wat is die aan het doen? Ziet hij mij nou echt niet? Jezus, blijf toch eens stilstaan. Hij ziet me echt niet. Oké, wat ga je doen? Nou, ik ga hem gewoon schieten, klaar. Hoppa. Hij heeft geen shield, als het goed is. Balakeetje. Nee. Oh mijn god. Daar wou ik geen eens op drukken. Oh, wat is dit dom van mij. Oh. Ja, dit is niet zo slim. Ik wil die snipen. Ik moet die snipen. Ik moet eerst nog een beetje wat pakken. Oké, laat maar. Damn it. Ja, nou. Maar even wat damage poelen. Is niet anders.
die kleuren daar even neer. En dan moet ik nou goed vallen. Niet dat ik hem weer mis. En... oh. Lucky. We nemen wel wat meer minis mee. Oké. Er is nog één. Ik weet niet waar. Daarvoor hou ik ervan dat altijd de storm in mijn rug is. Hij kan overal zitten, hè. Hij kan zelfs hier in het bosje zitten. We gaan gewoon van boom naar boom. Rijdt hij? Het leek net of ik een truck hoorde. Zit hij in die auto? Nope. Noep, waar zit jij? Ik heb wel een beetje de high ground, dus daar ben ik wel blij mee. Waar zit jij? Daar. Oh, 53 hit. Dat is al een lekker dingetje. Wat ga je doen? Ik weet dat je daar zit. Hij zit wel in de cirkel, dus dat is wel... oh, daar. Hij heeft echt een hele goede skin. Dat... echt, ik kan hem bijna niet zien. Daar zit hij. Nou, even reloaden. Hij komt naar me toe. Oeh, 53 hit. Nog een keer 53. Oh, we hebben hem. We hebben een victory royale. 4 kills te pakken. En ik heb jullie een kleine storytime verteld over mijzelf. En hoe het allemaal is. Maar beste kijkers, ik wil echt mee afsluiten. Dat ik echt dankbaar ben dat jullie me zo volgen. Dankbaar dat jullie echt zulke lieve berichten naar me toe hebben gestuurd. En voor de mensen die ziek zijn, leef jullie dromen. Maak het gewoon waar. Laat jullie niet zeggen dat jullie het niet kunnen, want jullie kunnen het echt. En ook mensen die niet ziek zijn, ga gewoon vol voor jullie dromen. Zeg maar met me mee, beste kijkers. Tot de volgende keer. Adios!